Mama na mana mana mama na mama mama na mana mama na mama mama na mana mama na mama mama na mama. Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Noon. Het komende kwartier vliegen de bloemkolen, meloenen en eieren je weer om de oren. Maar eerst trappen we af met iets anders. Voetballen met een enorme bal om je heen. Dat is zorpvoetbal. Het is niet de nieuwste sport, maar een tof dagje uit met je vrienden. Beuk elkaar omver om de bal te veroveren en te scoren. Durf jij het aan? Nou, mijn vader en broertje die hebben het gezien op internet, op YouTube. Een filmpje uit Scandinavië. En die belden me op en die zeiden, dit moeten wij doen in Nederland. Dus vandaar dat wij hier nu staan. We hebben het overgehaald naar Nederland. Zorgvoetbal is een combinatie tussen voetbal en eigenlijk vooral heel erg lachen. Je hebt een grote bal aan en daarmee ga je voetballen. Maar het voetballen is eigenlijk ongeschikt belang. Het gaat vooral om het lachen en het lekker beuken. Je hebt een soort tuigje die je omdoet als een rugzak. Dus je zit er helemaal in en het is heel erg veilig. Dus je hebt een soort, zo zit je eigenlijk in die bal. En je kan niks gebeuren. En je kan inderdaad nooit hands maken, want je zit toch met je handen in de bal. En iedereen skiept. Het leuke van zorgvoetbal is dat het eigenlijk heel makkelijk is. Het is voor iedereen. Jong, oud, man, vrouw. Iedereen kan het eigenlijk. Je hoeft ook niet te kunnen voetballen. Dat is ook niet heel belangrijk. Wel handig, maar het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus het is heel makkelijk. En er zijn geen regels. Want je doet de bal aan. En je gaat gewoon. Mee! Natuurlijk zijn er wel een paar trucjes, zoals de koprol. Veel handig bij de aftrap de blokbal. Wil jij nou ook zorgvoetballen met je vrienden? Kijk dan vooral even op onze site www.noontv.nl. Wordt er bij jou op school wel eens gepest? De bovenbouw van basisschool De Overkant in IJsselstein krijgt daarom les in een nieuw antipestsysteem. Dat komt uit Finland en het heet Kiva. En dat betekent, op deze school wordt niet gepest. Als straks Emma weer aankomt, zullen we dan lummelen? Ik heb gezien dat ze vandaag slippers aan heeft. Slippers? Weer van die ouwe uit de kringloop? Ja, die. Goed. Kiva-les is eigenlijk een les waarmee kinderen bewust worden van wat pesten is en wat ze er tegen kunnen doen. En dat leren de kinderen onder andere door het rollenspel. Ze acteren ieder een rol die invloed heeft op het pesten. Je hebt de buitenstaander, verdedigers, assistenten, de meelopers, het slachtoffer en het pester. Kijk, daar komt ze. Hoi Emma. Wat een leuke kleren. Zeker bij de kringloop gekocht. En je slippers? Ja. Die zijn wel leuk om bij je te gooien. Hier. Bij de meeste programma's heb je dat ze zeggen, ja, je moet niet pesten. Maar bij Kiva zegt ze, leer je ook echt, zeg maar, hoe je kan verdedigen en hoe het echt voelt. Hé, stop daar eens mee. Dat is niet leuk voor haar, hoor. Hey. En waarom dan niet? Nou, omdat het haar slippers zijn en straks heeft ze nog last van haar voet. Ja, maar we waren bezig. Doe niet mee. Wij waren bezig. Ja, maar moet je er niet mee? Ja, maar zij vindt dat niet leuk. Ja, maar wij wel. Maar zij niet. Dus? Ja. Dus, het gaat toch om ons? Drie mensen blij, eentje niet. Dat is toch een voordeel? Nee, maar wij drie zijn ook niet blij, dus ik vind je niet blij.
Het leukste aan de Kiva-les is dat je gewoon met andere kinderen kan voelen hoe het is om een pester te zijn of een slachtoffer te zijn. En dat is wel heel fijn, want dan begint pester ook in de minderheid te raken. In Finland is de Kiva-methode ontwikkeld. Daar is het pesten op scholen enorm verminderd. Onderzoekers doen nu een test in Nederland om te kijken of het hier ook zo goed werkt. Het straffen van de pester helpt niet. En in dit geval wordt de pester eigenlijk machteloos gemaakt omdat andere kinderen gaan helpen. En doordat je dat hele programma eromheen doet met de kinderen, gaan pestkoppen ook ervaren hoe het is om gepest te worden. Ja, ze komen er altijd tussen. Nou ja, misschien waren we ook wel een beetje flauw. Ja, een beetje. Kom. De Kiva-methode wordt ook volgend schooljaar nog getest in Nederland. Daarna komt de uitslag en zullen we zien of er inderdaad ook minder gepest wordt. Bij mooi weer krijg ik altijd zo'n trek in waterbloeden. Maar wist je dat je met waterbloeden ook heel gekke dingen kunt doen? Je eet vast wel eens een eitje, gebakken of gekookt. Maar wist je dat er op het ei een code staat? En wat die code betekent, dat zochten wij voor jou uit. Om te weten wat de code op een ei betekent, gaan we naar Hekendorp. Dat ligt aan het randje van de provincie Utrecht. Daar heeft Piet een pluimveebedrijf, waar hij heel veel kippen heeft die eieren leggen. Piet verkoopt zijn eieren in heel Nederland. Vaak krijgt Piet hulp van zijn zoon Pieter van 11. Ik ben Piet en dit is mijn zoontje Pieter. En de cijfer 0 betekent een biologisch geproduceerd ei. De kip loopt buiten en die krijgt biologisch voer. Dat is heel exclusief. En de code 1 is voor een buitenloopkip. Het is een scharrelkip eigenlijk in een scharrelstal die naar buiten kan. En de code 2, dat is een scharrelkip en een scharrelei. En dat is een kip die kan ook binnen over de scharrelen eten, drinken wat hij wil. Maar die heeft enkel geen gelegenheid om buiten te lopen. Oké, we weten dus wat het eerste cijfer betekent. Maar waar staan de letters die daarna komen eigenlijk voor? Pieter legt het ons uit. NL, dat is land, Nederland. En je hebt 488, dat is het bedrijfsnummer. Eieren van Piet zijn scharreleieren. Ze zitten dus in een schuur. Het laatste cijfertje betekent uit welk schuur het ei komt. En de eieren van Piet komen uit... schuur 4. Of een ei nou wit of bruin is, de code verandert niet. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een wit en een bruin ei? Dat is gefokt. Een witte kip die heeft witte eieren. Maar het wil niet altijd zeggen, een witte kip kan ook bruine eieren leggen. Ga ik je huis vertellen. De oorlelletje, moet je goed kijken. Als het oorlelletje wit is, van een witte kip, legt hij gegarandeerd een wit ei. Is het oorlelletje vleeskleurig, net als bij mij, legt hij een bruin ei. Dat is een poppetje. Gemiddeld leggen ze ongeveer 6 eieren per kip per week. Dus wij doen ongeveer 600.000 eieren per week, gemiddeld. Hoeveel eieren zijn 600.000 eieren? Als we ze allemaal zeg maar, in die rekjes zo op een voetbalveld neerzetten, dan hebben we elke week minimaal 1 of 2 voetbalvelden vol. Maar dan moeten we niet op gaan voetballen hoor, en dan wordt het een rommeltje. Ja. Wil jij nou weten waar jouw eitjes vandaan komen? Kijk dan op onze site www.noentv.nl. De een gaat op woensdagmiddag voetballen en de ander bakt een chocoladecake. Maar sommige kinderen werken dan in hun eigen moestuin. Ze verbouwen daar zelf hun eigen groenten en maken daar later een lunch van.
onkruidwieden, spersieboontjes zaaien en slaoogsten. Voor de 8 natuurbikkels uit Overvecht is het een makkie. Elke woensdagmiddag werken ze in hun eigen tuintje. En dat is nog best een klus. Je gaat met je schep, ga je kuil graven, totdat je het blokje niet meer ziet. Het is te diep. Dan kom ze. Het is goed. Dan moet je hem weer dicht maken. Heb je wel je stofspoot? Niet met een schoffel, maar met je hand. Dat is nog maar een baby en anders gaat hij dood. De sprei. En dit is boerenkool. Dat is boerenkool. En dat zijn we nu aan het planten. Soms geeft tuinjuf Megalien uitleg over hoe iets moet. Bijvoorbeeld over hoe je spersieboontjes moet zaaien. Maar wat is er eigenlijk zo leuk aan tuinieren? Nou, dat je allemaal kan planten en dat je dan kan oogsten en dan kan je gewoon vers eten. Spinazie met paneer, dat is een soort Indiase kaas. En dan een beetje rijst erbij en dan lekker opeten. Dat je heel veel groens kan krijgen en dat je heel veel activiteiten doet. En ja, dat zie je best wel leuk met alle vrienden die ik hier allemaal ken. Na het tuinieren gaan de bikkels samen een lunch maken van de groenten uit de tuin. Vandaag staat er stokbrood met kruidenboter op het menu. En dat maken ze helemaal zelf. En dan nu, smullen maar! En dan nu door naar de vraag van de week. Hoi, ik ben Anna, ik ben 11 jaar en mijn vraag van de week is, hoe wordt een bordspel gemaakt? Waarschijnlijk heb je er zelf ook wel een in de kast staan, een bordspel. Wie weet is dit bordspel wel gemaakt door Hans van Tol. Hij bedenkt, maakt en verkoopt al jaren bordspellen. Hij weet dus heel goed hoe een bordspel wordt gemaakt. Een bordspel begint met een idee. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een spel wil maken over snoepjes of een spel over een boerderij. Kan van alles zijn. Als je op een gegeven moment denkt van nou, daar kan ik een leuk spel van maken, dan schrijf je dat op. Je maakt aantekeningen, dat doe je, of je maakt tekeningen, eigenlijk op een A4'tje, niet veel meer dan dat. En als je genoeg ideeën hebt en je denkt van nou, hier kan ik echt een goed spel van maken, dan ga je kaartjes maken, een bord, en dat is veel knip- en plakwerk, en zo maak je een prototype. Een prototype is heel belangrijk, want dit is het proefspel. Dit proefspel moet door zoveel mogelijk mensen worden getest. De testers spelen het spel en geven hun mening. En wij hebben dus ook kinderen en oudere mensen in onze testteams die dan naar de Game Master komen. Dan gaan we aan tafel die spellen spelen en dan laten ze weten of ze het leuk vonden, of ze het te moeilijk vonden, of ze het spannend genoeg vonden. Allemaal dat soort dingen zijn dingen waar je dan op let. Een goed spel heeft een heel belangrijk kenmerk. Het belangrijkste is als je iedereen, je vriendjes en vriendinnetjes en familie het allemaal heel erg leuk vinden. Echt heel erg leuk vinden. En het blijft maar op tafel komen. Dat is wel heel belangrijk. Dan weet je dat het spel niet alleen leuk is om één keer te spelen, maar wel 10 of 100 keer. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Een bordspel bedenken is niet alleen iets voor volwassenen. Kinderen kunnen dat net zo goed. Kijk voor tips op onze site. Dat lijkt me een heel duidelijk antwoord, Ella, op jouw vraag. Tja, dat was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je genoten hebt. En mocht je nou nog niet genoeg hebben gezien van Noen, kijk dan vooral even op onze site. Doei! Mama, 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 mama.